Ik ben Ina, de huisseksologe van Flair en ik beantwoord al jullie prangende seksvragen. Bij Soissons Neuf ligt één iemand op de rug, terwijl de ander bovenop zit met het gezicht van de ander weg. Degene die bovenop zit buigt voorover, zodat de geslachtsdelen ter hoogte van de mond van de ander komen. Wanneer je op elkaar ligt, heb je bovenaan meer controle en bewegingsvrijheid, maar je kan ook naast elkaar liggen, waarbij je naar elkaar toegedraaid ligt op de zij. Wat ook een mogelijkheid is, is dat één iemand op de grond staat, bijvoorbeeld aan de achterkant van het bed, terwijl de ander met het hoofd over de rand van het bed hangt. Gebruik eventueel je handen voor extra inwendige stimulatie of voor het stimuleren van andere erogene zones. Je kan er ook een vibrator bij nemen. Het is een leuke manier om te experimenteren en te zorgen voor variatie in je seksleven en je kan allebei tegelijkertijd genieten. Het nadeel is natuurlijk wel dat je op twee dingen tegelijk moet focussen en dat is niet altijd even makkelijk. Bouw rustig op. Streel of kus elkaars lichaam vooraleer je overgaat naar het standje. Communiceer met elkaar en let op de signalen en het tempo dat de ander aangeeft. Je hoeft ook geen orgasme te bereiken, het moet vooral leuk zijn. Flair, flair.